Hi, hier is Kopcoaching met een filmpje over psychische problematiek. Wat is dat eigenlijk? We zijn in onze cultuur geneigd om te denken dat er een soort tweedeling is tussen de mensen. De meeste mensen zijn psychisch gezond en sommige mensen zijn psychisch ziek. En er loopt een dikke zwarte streep tussen die twee groepen. Nou, niet echt dus. Als je psychische problematiek zou voorstellen als een lijn die loopt van 100% psychisch gezond naar 100% psychisch ziek. En die beide uitersten bestaan natuurlijk niet, dan bevinden we ons allemaal ergens op die lijn, bij koppers ongeveer hier. En Mr. en Mrs. Average zitten misschien iets meer naar de gezonde kant als Mr. en Mrs. Average al zouden bestaan. Kijk, wij mensen, wij hebben emoties en we reageren op onze omgeving. Als de omstandigheden goed zijn, zijn we vrolijk en als de omstandigheden vervelend zijn, dan voelen we ons niet zo blij. Tot zover begrijpen we elkaar. De omstandigheden hebben ook invloed op ons als groep. Als alle mensen daar hetzelfde op reageren, dus blij zijn als de zon schijnt en niet zo blij als het regent, dan is er synchroniciteit. Dat vinden we fijn, dan snappen we het. Maar ja, soms zijn er ook mensen die somber zijn terwijl daar geen reden voor lijkt te zijn. En daar begrijpen we helemaal niks van. Andersom bestaat ook. Als de omstandigheden somber zijn, zoals in de coronacrisis en iemand lijkt daar heel luchthartig mee om te gaan, dan vinden we daar al gauw wat van. En zo kan het dan gebeuren dat er een soort van tweedeling ontstaat. De mensen die we begrijpen, die zijn psychisch gezond, en de mensen die we niet begrijpen, die zijn psychisch ziek. En o wee, als je aan de verkeerde kant van die streep terechtkomt, dan vliegen de etiketten je al gauw om de oren. Maar in plaats van die dikke zwarte strepen in die etiketjes, zouden we ook iets anders kunnen doen. Communiceren. Hoe komt het dat. of wat is er eigenlijk met jou gebeurd? Verbinden in plaats van onderscheid maken. En dan zou het kunnen dat je erachter komt dat ieder mens zijn eigen verhaal heeft, en dat die verhalen soms een hoop impact kunnen hebben. Ineens is het gedrag van die ander niet meer zo vreemd. Misschien ga je er zelfs wel begrip voor krijgen. Oh, daarom. Zo simpel kan het zijn. En zo'n eigen verhaal, onzichtbaar voor de rest van de wereld en vaak ook voor jezelf, maar met heel veel impact op je leven, dat is nou wat psychische problematiek eigenlijk is. En wat het nodig heeft, dat is niet een etiket. Nee, dat is gewoon een beetje aandacht, liefde, erkenning. Van jezelf of van een ander? En zo geldt het voor koppers ook. Jouw verhaal is in jou aanwezig, al ben je je daarvan misschien jarenlang niet bewust. Wat je moet doen is het omarmen, ken het, laat de waarheid waar zijn. Pas als je je eigen verhaal omarmt, kun je je werkelijk met anderen verbinden. Volgende keer vertel ik wat meer over de verhalen die we allemaal in ons meedragen. Tot de volgende keer.